Beste gasten en deelnemers, namens het Internationaal Coördinerend Comité van de International League of People Struggle heet ik jullie van harte welkom bij het oprichten van een afdeling van de International League of People Struggle in Nederland. Het thema is verdediging van de mensenrechten en burgerlijk welzijn tijdens de crisis in Europa en in Nederland. Het doel van de oprichting van ILPS Nederland is om de nationale situatie te bespreken op het vlak van politiek, economisch en cultureel. Een landelijke alliantie te vormen van anti-imperialistische en democratische organisaties. Vaststellen van het beginselprogramma. Een coördinerend comité vormen dat toezit op de organisatorische, educatieve en politieke ontwikkelingen. En om een algemeen actieplan op te stellen. The establishment of the ILPS Netherlands chapter is very important for the struggles of migrants here in the Netherlands, because as migrants and our struggles can draw from the strength of the ILPS, which is an international alliance of organizations, of peoples and groups. This will be a help for the struggle of the migrants here in the Netherlands. I think this is highly time that we have a chapter here in the Netherlands, because we feel that from time to time that the repression is going deeper and deeper, and if we are not gathered together to fight against these unjust systems, then we will lose the moments. Dus now is the time for that. Ik ben blij met de oprichting van de ILPS in Nederland, want en dan heb ik tenminste een groep mensen waar ik mijn opvattingen gehoor vind voor mijn opvattingen, waar ik mee kan discussiëren. Terwijl als ik met andere mensen praat in Nederland, dan kijken ze zo vaak alsof ze water zien branden, dat ik een hele vreemde eend in de bijt ben. En dat ze denken, ja, wat hij zegt, dat is niet van onze wereld. Die herkennen me niet. Maar de mensen die je hier ontmoet, die herkennen me wel. En dan kan je iets samen mee ondernemen dan. Oh, it's very significant, especially for the Filipino migrant workers, for the progressive Dutch organizations, undocumented and other working people in the Netherlands. Is very significant because it will promote their struggle and their rights, and it will project the importance of the ILPS, not only in the Netherlands, but throughout Europe and throughout the world. Malaking tagumpay itong pagtayo ng NL chapter of the ILPS. We have a lot of problem in the Netherlands. That also we have to focus the local things and also the global issues. But if we have to take a lot of Netherlands people together, then it will be a success. That's why it is important to be a Netherlands chapter. Als je de huidige situatie bekijkt, dan zie je een toename van arm en rijk. Je ziet ook een toename van afbrokkeling van sociale rechten, ontslagrecht. Ik denk om die reden moet je gaan bezien wat de oorzaken zijn van deze crisis. Het kan niet zo zijn dat de banken er gewoon mee weg kunnen komen en dat de belastingbetaler, de werkende bevolking, ervoor opdraait om deze crisis te betalen. Dus je moet een analyse kunnen maken van de situatie om te zien van wat de oorzaak is van deze crisis en om de kosten daar neer te leggen waardoor ze veroorzaakt zijn. En ik denk dat de ILPS Nederland daar een belangrijke bijdrage aan kan leveren. De ILPS Nederland zal het niet alleen kunnen doen, maar in samenwerking met democratische partijen in Nederland, om in gezamenlijk overleg aan dat vraagstuk te gaan werken.